Ik ben bij de duurzaamheidsfabriek hier in Dordrecht en ik ga vandaag kijken hoe werk en school bij elkaar komt. Kom mee. Jij bent ook betrokken bij de campagne. Wat houdt de campagne voor jou in? De campagne houdt voor mij in dat we hier in de regio onderwijs met het bedrijfsleven verbinden. We hebben hier een tekort aan vakmensen in de regio. Ja, hoeveel tekort heb je? Nou, de komende jaren gigantisch tekort. We hebben tekorten in de zorg, we hebben tekorten in de transport, tekort in de horeca. Dus straks nog ergens een biertje wil gaan drinken, dan moet je hopen dat er iemand aanwezig is om het tappen voor je. Ja, ja, ja. Dus we hebben op alle fronten tekort. Maar de belangrijkste tekorten zijn nu voorlopig in de zorg en in de techniek. En daar moeten we nu op inzetten? En daar moeten we op inzetten. En dan als je ziet wat hier in de regio is qua techniek, als je daarin een baan of een opleiding gaat volgen, dan heb je daarna gewoon jarenlang werk. Dus de kans is gewoon bijna 100% zeker dat je als je hier een technische opleiding kiest, of zelfs gewoon een timmerman of metselaar, ook in de bouw, zelfs dat soort banen, heb je de komende jaren gewoon werk. Ik ben wel gewend aan vrouwen om me heen. Ik ben acteur, dus ik werk met heel veel actrices. Maar binnen dit vakgebied zie je er niet superveel, of wel? Nou, hier op school zie je er wel een paar. Als je naar mijn klas kijkt, zit ik nu met twee meiden. Daar moeten we wel iets aan doen, toch? Ik vind gewoon dat er meer meiden in moeten, dus zitten te kijken. Hé, wat gaan we doen? Nou, ik had bedacht... Nee. Ik had niks bedacht. Nee, niks bedacht, fijn. Niet zagen of lassen of niks maken. Nee, we gaan niks maken. Niks maken. Dus je wil hier niet weggaan en kunnen zeggen van wauw, kijk wat ik gemaakt heb. Dat wil je niet kunnen doen. Dan moeten we ergens beginnen. Oké, wat gaan we doen? Oké, nou, dit is dus het simulatielassen. Ja. Hier oefenen wij altijd voordat we de praktijk in gaan en echt gaan lassen. Nu zie je hier, dit is de lashaal met camera's en die QR-codes. Nou, dat wordt omgezet naar wat je hier ziet, een echt metalen werkstuk. Tof. Ja. En het is gewoon lassen dus. Ja. Toch? Ja, we zullen zien hoe goed je bent. Waar moet ik zitten dan? Hier zo? Ik zie jou, of niet? Ik weet niet of je mij ziet. Ja. Ik zie jou raar. Hey, grappig. Ja, dat is wel. Je gaat altijd weg. Oké, en dan hier? Oké, hier heb je de toorts. Zo, zie je dat cirkeltje dat nu groen is? Ja. Dat betekent dat die positie goed is. Nu moet je alleen de hoogte nog doen. Zo, je hebt niet echt veel speling. In principe moet je hem dus zo houden. Dat is goed hoor, dat komt goed. Dus probeer maar of je hem zelf zo goed kan houden. En die gele lijntjes, dat is hoe dik je last moet gaan worden. En dan zie je, zodra je begint, zie je een ander lijntje. En die geeft aan hoe snel je hebt. En dan moet je de knop indrukken en dan kan je beginnen. Hier is je toorts. En dan kan je hem zelf jezelf ondersteunen, zodat je in het groen blijft qua hoogte en qua positie van. Het gaat best goed hoor. Het is helemaal groen die straal. Ja. Hoe ging dat voor de eerste keer? Ik had het niet beter gedaan. Ik heb er zelf wel een goed gevoel bij. Ja, nou ja, je moet wel een beetje oefenen, denk ik. Ja. Zo, dit ding zit ook helemaal zo. Gaat ie? Ja, ja. Oké, nou, ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Het is wel geleden voor mij. Hey, gaat het goed? Het gaat wel goed meteen weer. Dat is niet heet, hè, dan. Fucking hell, dat is wel heet. Bedankt voor de demonstratie. Ja, graag gedaan. Vind je het vooral leuk om die helm op te zetten of vind je het lassen ook leuk? Ik vind het lassen ook leuk. Okay. Het gaat wel een stuk beter als je me pest. Nou, bedankt voor jullie uitleg. En zit je dan te kijken thuis en denk je van dit is veel leuker dan ik dacht, dan heb je niet goed nagedacht. Heb je veel te kort gedacht. Je beter moet inlezen. Hè? Even naar de site, inschrijven en gewoon naartoe komen. Meisjes en jongens, lieve meisjes. Hi, wat doe je precies hier op deze...
Ik ben hier praktijkinstructeur. Dat betekent dat ik hier op deze afdeling rondloop als de instructeur voor leerlingen voor de praktijk. Waar de docenten heel veel weten van theorie, weet ik heel veel van de praktijk. Hoe je met je handen werkelijk moet lassen. Ja. Of hoe je met een robot bijvoorbeeld zou moeten lassen. Maar als je kijkt naar het beeld van wat jij voor les geeft en hoe het in de realiteit is, zit daar een groot verschil tussen? Ik ben bang van wel. Okay. Ja, dus ik heb het idee dat veel jongeren absoluut niet weten wat techniek behelst. Ja. En dat het ook op verschillende niveaus plaatsvindt. Dus het idee is dat we bij wijze van spreken zaken doen met universitair geschoolden, met HBO. En dan proberen we die eigenlijk rare ideeën die HBO'ers of universitair opgeleide mensen hebben als ideeën die eigenlijk te gek zijn voor woorden. En dan moet je terug naar de werkvloer om ervoor te zorgen dat het ook nog werkelijk uitvoerbaar is. De machine als ik die zou mogen bedienen, is dat doen? Ja. Ja, zullen we daar aan de gang? Die kant op. En hoe verder je draait, hoe sneller dat die gaat. Ja. Dus nu geef je gas, als het ware. Je realiseert je denk ik in onvoldoende mate hoe ver de technologie deel uitmaakt van onze wereld. Ja. Dat is gigantisch. Alles wat je aanraakt is techniek. Het is wel, als je er lang over nadenkt, het is overal. Het is wel de realiteit en dat is waar we naartoe gaan. Hè? Dus we krijgen de Internet of Things, wordt de absoluut toekomst. En dan, dan gaat je koelkast met Albert Heijn bellen om te vragen of hij een pak melk wil bezorgen. Want die zijn al 3 dagen op. Ja. Maar dat zit er wel aan te komen. Bedankt. Ja, echt waar. Nou, hier zijn we bij het huis van de energietransitie. Wow. Had je dat verwacht of niet? Nee, maar het is echt een groot ding hier binnen. Ja. Echt, dus dit is dan, je ziet het, nummerplaatje erop, buitenlampen. Nou, dat is even wat je ziet, maar het belangrijkste is natuurlijk de technologie en de techniek die erin zit. Oh ja, dat zie je zeg maar. Ja, dat is met sprinkler, warmtepomp, zonnepanelen, allerlei technische dingen om daarin de studenten voor te bereiden op de toekomst voor de verduurzamen van alle woningen. En dat is natuurlijk een hoop werk wat er de komende jaren aankomt. Allerlei woningen moeten aangepast worden. Nou, hier kunnen ze daarin experimenteren en oefenen en kijken wat er allemaal mee plaatsvindt. Dus dat is gewoon een opstelling met allerlei dingen erin en eraan. Maar dit is echt iets wat nieuw is voor mij. Ja? Om te weten, wat ik al zei eerder, je hebt echt een beeld bij dit werk. Ja. Dit ontkracht eigenlijk alles. Dit is eigenlijk super inventief en duurzaam. Juist, en CO2-neutraal. Ja. Maar ook dat studenten echt zien van oké, wat betekent dat? En de ontwikkelingen die hier plaatsvinden, dat ze hier ook mee kunnen werken. Ja. Ben je nou benieuwd naar projecten die ze hier al hebben gedaan? Als we hier kijken. Dankjewel. Ja, hey, jij ook bedankt. Ja. Oké. 115 minuten. Hey. Dat is gelukkig. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasovereigentoekomst.nl. Later.